Jan Wolkers, onze gast en grondleggers, werd in 1925 in Oegstgeest geboren. Al tijdens zijn onderduiktijd tekende en schilderde hij. Na de oorlog studeerde Wolkers verder in Den Haag en Amsterdam. Pas toen Wolkers in 1957 in de leer ging bij de beeldhouwer Zadkine in Parijs, begon hij met schrijven. Hij debuteerde in 1961 met de verhalenbundel Serpentina's Petticoat. Een jaar later volgde zijn eerste roman Kort Amerikaans. Van meet af aan deden zijn boeken stof opwaaien door zijn voor die tijd gewaagde beschrijvingen van seks en dood. Maar hoe omstreden ook, Wolkers' boeken prijkten nog altijd hoog op de leeslijsten. De auteur manifesteerde zich overigens in de jaren 60 en 70 veelvuldig als het ging om politieke aangelegenheden. Het politieoptreden tegen de provo's, de Amerikaanse inmenging in Vietnam. Wolkers stond vooraan om er tegen te protesteren. Met prijzen heeft de schrijver nooit veel opgehad. Het is in dit verband dan ook niet merkwaardig dat Wolkers in 1982 de Constantin Huygensprijs weigerde. Ja, die uitzending met Lucebert, daar heb ik natuurlijk met veel plezier naar geluisterd. En toen hij het verhaal vertelde over het Stedelijk Museum, waar hij een soort gedicht voorlas met drie letterwoorden uit de Vandalen. Daar was ik bij. Ik zat achter Gerrit Achterberg en Katrien. En daar is het mee begonnen. Want iedereen bleef rustig zitten en hij las dat voor het snelle kutten, pik en zo. En Gerrit Achterberg zat zo met zijn slimme boerenhoofd zo'n beetje te kijken en te glimlachen. En toen ging Katrien hem aan zijn jasje trekken. En die fluisterde iets tegen hem en toen stonden ze op en toen gingen ze weg. En toen zei Achterberg zo heel goeig en lijzig aan kut en pik doe ik niet mee. En toen liep hij weg. Goed, daar ben ik getuige van geweest. Ja, dat, is ja, dat het daar begonnen is met Katrien. Met de weduwe dus weer in de Nederlandse literatuur. Maar denkt u dat dat een keerpunt is geweest in de openbaarheid van een ander soort openbaarheid van de Nederlandse taal? Dat er toen een woordenschat is ontdekt die daarvoor een ombraak was? Nou, ja, dat die voor het eerst in de literatuur gebruikt werd. Kijk, er hebben altijd mensen al, laten we zeggen, de goede woorden die Adam en Eva gebruikt hebben. Ze altijd al gebruikt, maar in literatuur, daar werden ook andere gewone woorden niet gebruikt. Huh? Vaak, je moet al teruggaan tot Nescio, Multatuli. Wil je echt het gewone Nederlands, zoals wij dat spreken, ontmoeten. Mag ik eens beginnen met het begin van uw schrijverschap? U was 17 en las Multatuli. En dacht toen, daar is geen begin aan. Nou, het wonderlijke is dat de basis van het alles is natuurlijk weer de Bijbel. Want zowel Multatuli als ikzelf zijn natuurlijk enorm door de Bijbel beïnvloed. En alle kritiek die ik op de Bijbel had, hè, zoals Multatuli de Bijbel gebruikt, dat zat al in mijn hoofd. Dat kwam gewoon uit het milieu voort, uit de dagelijkse Bijbellezing. Het was net of er iets verdween, hè, een mogelijkheid. Afgesneden, want ik dacht dat is al gebeurd. Ja. Zoals iemand een fiets uit wil vinden en hij loopt naar buiten toe om twee wielen te halen en ziet dat er een fiets voor hem klaar staat om naar de smid te rijden en zo. Huh? Ja, dat is sneu, ja. Ja, dat is sneu, ja. Ja, maar toen bent u aan het beeldhouden en dat was toch ook al een keer gedaan? Ja. Goed. Ja, maar kijk, ik deed eigenlijk, ik schilderde, ik tekende, ik maakte beelden of ik boetseerde, ik schreef gedichten en ik schreef verhalen. En ik had nog een baantje op het distributiekantoor zat ik. Dat was in de oorlog, hè? Dat was in de oorlog. Dat was om uit Duitsland te blijven en ik was daar. En toen heb ik heel snel mijn, en dat kunnen maar weinig schrijvers me nazeggen, mijn diploma 10-vinger machineschrijver gehaald. En daar ben ik dus net zo gewiekst in als een secretaresse. Dus het voordeel daarvan is dat ik gewoon naar buiten kan kijken. Hè? En mijn gedachten zijn werk laten doen zonder dat ik op die handen hoefde. Die gaan vanzelf. Mijn voeten als goedelien liepen beneden, zoals Gorter in een gedicht zegt. Hè? En daar komt het automatisme, voeten als goedelien. Dat heb ik met machine geschreven. In de oorlog, schreef u toen al? Ja, toen schreef ik al. Want op het distributiekantoor ben ik begonnen met een paar verhalen te schrijven. Een paar verhalen die verrassend veel leken op verhalen die ik later van Edgar Allan Poe las. Ik had bijvoorbeeld verhalen geschreven over een man die zijn vrouw stervende is en die gebruikt haar bloed om mee te schilderen. En op een gegeven moment dan denkt hij, ze leeft. Ze leeft. En er zijn het allemaal maden. Vliegen. Zulke soort verhalen. En ook over de dierentuin, over Artis. Toen is een keer, toen 15 jaar was, mijn oom bezocht had. En dat heb ik meteen in hongerwinterse sfeer heb ik dat herschreven. Want ik was me er heel goed van bewust dat er geen eten meer zou zijn voor de dieren. En ik weet wat een leeuw nodig heeft per dag. Dus ik zag al die beesten daar als doedelzakken en met rammelende botten erin in hun kooien liggen. U bent van 1925. De oorlog heeft een behoorlijke invloed op u gehad. Ja, de oorlog heeft alles intenser gemaakt. Zoals dat voor iedereen uit die tijd is, hoor. Dat maakt, of je nou gaat schrijven of dat maakt geen verschil. Maar door dat schrijven en dat schilderen, daar heb ik wel hele bijzondere dingen meegemaakt. Ben ik op die schilderacademie gekomen in Leiden, die onder leiding bleek te zijn van een officier van de WA. Terwijl ik daar ging onderduiken voor de arbeidsdienst. En dat is natuurlijk een hele bijzondere, en de figuur van de spin. Dat Kort Amerikaans. Ja, het Kort Amerikaans. Dat heeft natuurlijk een onsterfelijke indruk op mij gemaakt. Ja. Trouwens, heel Kort Amerikaans is natuurlijk een oorlogsboek. Ja, het heeft helemaal de beslotenheid en van de oorlog, ja. En dan is er op een gegeven moment een merkwaardige ervaring die u deelt met velen van uw generatiegenoten. Dat de bevrijding niet datgene is wat de euforie veroorzaakt die het bij zoveel anderen veroorzaakt. Nee. Hoe komt dat? Er was een soort desillusie. Hè? De oorlog gaf mij vrijheid. Dat klinkt gek. Het onderduiken gaf mij enorme vrijheid. Want ik was eindelijk van huis. En toen dat afgelopen was, moest ik weer naar huis. Toen was er alleen nog maar interesse voor eten en voor feesten. Je weet, die bevrijdingsfeesten, soms denk ik, ze zijn nog ergens bezig. Als ik ergens een carnavalsgroep zie, denk ik, god, zijn die bevrijdingsfeesten nog niet afgelopen na 40 of 50 jaar, dat wordt toch eens tijd. De wereld een dansfeest, maar ik deed daar niet aan mee. Ik ben nooit een danstype geweest. Dus. En dat stemde me heel somber, dat er ineens was er aan mijn ontwikkeling een einde gekomen. Wat nou zo jammer is, dat er een heleboel dingen zijn die je niet meer kan bewijzen. Want, zoals ik ook geschreven heb in Kort Amerikaans, dat ik mijn schilderijen vernietigd heb, die ik op die academie gemaakt heb. En als je die zou zien, dan zou je inderdaad misschien wel kunnen concluderen wat mevrouw Iterson Knöpfle zei, die eigenlijk de leidster was van die schilderacademie. Die schilderde zo'n beetje als Jan Sluiters en de Amsterdamse joffers. Die zei tegen mij, als je zo doorgaat, dan word je de Rembrandt van het Derde Rijk. Niet dat ik dat... ik ben liever de Vermeer van dit Rijk wat we nu hebben dan de Rembrandt van het Derde Rijk. Maar daarin kan je zien hoe in korte tijd ik een enorme ontwikkeling daar had meegemaakt op die academie. En er kwam ineens een einde aan. Er kwam ineens een einde aan. Aan dat isolement. Dus wat voor vele mensen een bevrijding was, dat was voor mij een... Nou, het was net of er een deksel over de wereld schoof. Hè? En toen bent u meteen naar Parijs gegaan? Ik ben meteen naar Parijs gegaan toen. Met een riksdaalder op zak. en een tas vol met scheepsbeschuit. En daar heb ik echt een, hoe het mogelijk was begrijp je niet, maar daar heb ik het een paar maanden uitgehouden. Met die scheepsbeschuit en... Ik sliep onder de bruggen. Ze hadden toen nog wel geen mensgrote dozen zoals die tegenwoordig door de industrie vervaardigd worden, speciaal om daklozen en zo te huizen. Dus ik sliep er in de open lucht met mijn hoofd op een legertas, een Amerikaanse legertas, die vol zat met beschuit, hele harde scheepsbeschuit. En daar sloeg ik stukken af op de Seinekade en die at ik op. En ik ben 2 keer door de Franse politie opgepakt, want ik had Duitse laarzen aan. En ik had een legerbroek aan, een Amerikaanse legerbroek. En ik deed die broek in die laarzen. Want als je dat niet deed, die Duitse laarzen stonden een beetje tompoesachtig naar buiten. Hè? En als dat was het korte model. Ja, dat was het korte model. Dus als je daar je broek overheen had, was het net of je elefantiasis had of zo. Hè? Dus dat deed ik erin. En ik ben 2 keer opgepakt dat ze me ineens beetpakten. Beklopte, paspoort. En dan moesten die Franse politie lachen. En dan haalden ze die broek uit mijn laarzen. En die deden ze eroverheen. En weet je wat zo komisch was? De reden daar, ook door Parijs, dat zijn beelden die waarschijnlijk niet meer weet, auto's vol met Duitse krijgsgevangenen, die moesten werken ergens, dingen opruimen en die zwaaiden naar me. Die dachten dat is er eentje die, terwijl het waanzin was natuurlijk als je als Duitser ondergedoken zijn, want toen was het hun tijd, dan ga je natuurlijk niet met van die laarzen aan over je broek lopen. Wat deed u toen? U was niet de enige Nederlandse kunstenaar die daar naar Parijs vertrokken was, meteen na de oorlog. Nee, maar ik had helemaal geen contact. Kijk, Leiden, als ik in Den Haag op de academie had gezeten, dan was het anders. Dan had ik al, Leiden was natuurlijk al een isolement in die oorlog. Zo'n klein stadje. Het enige waar ik geweest ben, dat was Den Haag een keer, naar het Museum Mesdag. Met mijn eerste meisje. Die was toen 17 en dat Museum Mesdag, dat panorama was helemaal verlaten. Dus wij wilden naar die trap gaan, toen zag ik dat de linkerdeur open was. En toen keek ik zo en daar werd die duinen werden daar geschraagd door allemaal stammetjes. En daar heb ik dus voor het eerst met dat meisje staan vrijen, staande, dat ik echt klaar kwam, zo tegen haar aan, in mijn broek natuurlijk, maar goed, je kleedde je toen niet zo gemakkelijk uit als tegenwoordig. Maar wat nou zo aardig is, ik ging 2 jaar geleden, ging ik weer naar het Museum Mesdag gaan, om dat aan mijn jongens te laten zien. En ik kocht kaartjes en die man zei tegen mij, de deur links zit op slot. Toen zeiden die jongens, die zeiden, wat betekent die? Ik zei, nou dat is nou heel aardig. Meneer wil op een hele goede manier laten merken dat hij dat boek gelezen heeft. En toen gingen wij naar boven, dat staat in de Walligvogelen. Toen gingen wij naar boven, toen kwam ik terug. En toen zei ik tegen hem, ik zei, moet eens horen, die jongens zijn nu 9 jaar. Over 8 jaar komen ze hier met hun eerste meisje. Wilt u dan wel zorgen dat de deur weer open is? Aardig is dat, hè? Zo'n soort ervaring. Ja, een goed soort fan. Ja, dat is heel aardig, ja. Maar u kende niemand verder? Ik kende niemand. Ik kende niemand. Er was een jongen op de academie. De Spin had je daar. Hè? Dat was een hele wonderlijke man. Die schreef gedichten een beetje dadaïstisch. Er staat er nog één in werkkleding, geloof ik. Dadaïstisch. Maar die had dan weer, die had wel een NSB-speldje, zo'n driehoekig rood-zwart speldje op de revers van zijn jas. En er is nog even heel kort, want toen ging de academie naar, is er een jonge Zitman geweest. En die Zitman, dat was de enige goeie in dat gezin, want dat was een NSB-gezin. Zijn broers hebben geloof ik medailles verzameld aan het Oostfront. En daar is er één van naar Zuid-Amerika gevlucht. En daar is hij dus ook later heen gegaan. Terwijl hij geen fascist was of zo. Hij was op de Haagse Academie. Want ik weet wel dat Bouwmeester zei een keer, toen hij ook iets geschilderd had, Wat een beetje modernig was natuurlijk door de dingen. Hij zei nou, als hij die droom van de Jood wil dromen, dan moet hij dat maar doen. Dus dat noemde hij de droom van de Jood, moderne kunst. Er waren natuurlijk wel veel Joden bij, maar de dromen van mensen zijn allemaal hetzelfde. Huh? Ja, ik denk dat daar niet zoveel verschil tussen is. Nee. Alleen verbieden veel mensen in hun dagleven zichzelf om te laten merken dat ze net zo'n droom gedroomd hebben. Zeker voor fascisten is dat heel moeilijk om, als je een droom van een Jood gedroomd zou hebben. Ja, ja. Toen u in Parijs was, begon daar wat we nu noemen de sferen van het existentialisme. Ze zaten bij Café Flore en de Demagogue. Ja. Hebt u dat ook nog gezien? Nee, dat heb ik natuurlijk wel gezien. Want ik heb daar gelopen, ik heb daar gezeten, maar daar wist ik niets van. U was een stranger in paradise. Ja, een beetje schoolengel Frans had je gehad. En daar was het mee afgelopen. Mm. Dus kijk, er waren mensen die, ik weet wel, later, een paar jaar later, waren er vrienden van mij die lazen Henry Miller toen al. Hè? Jan Vermeulen, die heb ik toen ook gelezen in de Obelisk-uitgave. Obelisk, en dat kwam door Jan Vermeulen, die was bevriend met Sjaak de Haan. En Sjaak de Haan was degene die Miller min of meer geïntroduceerd. Dus daar waren wij heel vroeg bij. En John van den Berg. Die vertaalde. Ja, de vertaalde. Aircondition, Nightmare en zo, ja. Maar toen ik daar was, dat was gewoon, ik liep daar door Parijs, zo geïsoleerd alsof het de hongerwinter was daar. Ik bracht gewoon de hongerwinter mee, hè? Kan je zeggen. Want scheepsbeschuit. Ik heb er stonden een paar meisjes te liften, maar je hebt altijd zo laat door dat ik geloofde zo'n vriendschap, maar die meisjes vonden mij waarschijnlijk heel boeiend of interessant. En twee Hollandse meisjes dus in de lift. We liften toen in Parijs en er werd een rijke man meegenomen. Hele rijke man. Die nam ons mee naar zijn huis. Daar kregen we verschrikkelijk lekker te eten. Hij was heel... Ik weet niet wat dat was. Dat was een hele bijzondere sfeer. En we kregen allemaal nog geld van hem mee. Terwijl die meisjes niet van tafel waren geweest om iets met hem te doen of zo. Dus nog ik. Ja, en ik heb daar een wijnkoper ontmoet uit het zuiden. Die begon tegen me te praten. En toen zei die tegen mij... ik zei dat ik naar het Luxembourg wilde. Hè? Toen zei hij, daar ga ik ook heen vanmiddag. Kom maar op mijn hotelkamer. En toen kwam ik op zijn hotelkamer. En toen... Toen zei hij dat ik me scheren moest. He? Toen zei ik, nee, ik hoef me helemaal niet te scheren. En toen zat hij zo op zijn bed en toen deed hij zo. Toen klopte hij dat naast hem moest gaan zitten. En toen begreep ik het wel. Toen zei ik, je ne suis pas homoseksueel. En toen, daar schrok hij bijna een beetje van. Dat ik dat zo gewoon maar tegen hem zei. Ja. He? En toen moest hij mee. Dat is een straf voor hem geweest. Verschrikkelijk. Toen, want hij wilde helemaal niet uit Luxemburg natuurlijk. Ik liep daar alsmaar langs die schilderijen en ik was bezeten ervan. En ik wees van alles aan en praatte er met hem over. En hij zat natuurlijk, hij wist niet hoe hij dat op moest lossen. Hoe hij mij zo gauw mogelijk moest lozen en zorgen dat hij iemand kreeg die zich wel overal wilde laten scheren. Maar dat heeft zo'n bijzondere sfeer. Ik kan mezelf daar natuurlijk wel zien lopen, maar ik zou het zo graag als buitenstaander hebben willen zien. Het had de sfeer van, je zou zeggen van Gérard Philippe, zoals in Le Diablo Koren en in Si Jolie Petit Plage. Hè? Zo, die sfeer. Nog zwart-wit. Ja, ik liep daar echt in zwart-wit. Ja. Ja. En hoe lang bent u daar geweest? Nou, daar ben ik maar, kijk, van een tas zeebeschuit en wat geld van een rijk man. Maar toch nog 3 weken. En ik sliep in een tentenkamp tussen in het, midden in Parijs, waar wat huizen weggeslagen waren door de oorlog, waar we misschien eens iets. En daar stonden allemaal tenten, daar sliepen allemaal jonge lui uit Amerika. En ik weet nog goed dat er zo'n, de bewaker daar, die ging tegen mij praten. Die zei dat Hollands en Frans, dat waren broedertalen, die waren hetzelfde. Maar die Engelsen, want die spraken niet alles precies uit zoals wij het doen, hè? Begrijp je wel. En dat, die man, die was, dat was net al iets van UNESCO en zo. Ja. Dat is krankzinnig, is dat. En toen bent u teruggegaan en naar de academie gegaan? Toen ben ik op de academie in Den Haag terechtgekomen. En toen heb ik dus mijn eerste vrouw ook ontmoet. En, of, laten we zeggen, en toen heb ik een kind gekregen. Daar op de Haagse Academie, daar heb ik 3 jaar op gezeten. Toen ben ik naar de Rijksacademie gegaan. En je zou kunnen zeggen, waarom is dat schrijven toen gestopt? Hè? Dat ik dus, maar dat kwam natuurlijk omdat ik me veel meer kon uiten met dat schilderen en beeldhouden en zo. Want ik las verschrikkelijk veel. Ik weet wel, toen maakte ik pas kennis met Sartre en de vertaling van, hoe heet zij ook weer? Beauvoir. Ja, en van het een en ander van Camus en zo. En ik las in die tijd verschrikkelijk veel. Maar om zelf te gaan schrijven, dat... In 1947 komt De Avonden. Ja. Ja, dat was een... Ik weet wel, Hans van Straten, Jan Vermeulen, ik, dat waren een hele generatie. Hè? Ik noem nu 3 vrienden van me of kennissen in die tijd. Een hele generatie was er van onder te boven, kan je wel zeggen. Want het was de stem van een generatie, hè? Wat iedereen had kunnen schrijven. Ja, ik niet, want ik kwam uit een heel ander milieu. Hè? Ik niet, maar iedereen, ik weet wel... Hans van Straten, die kende hele stuk uit zijn hoofd. De mensen, ze citeerden het, tot melig wordens toe, ja. Hè, die situatie. Hè. Hoe zou dat toch gekomen zijn? Dat als u het nu herleest, ja. Hebt u nog dat gevoel? Dat... Ja, dan overkomt mij een enorme treurigheid. Die niet alleen door het boek komt, maar ook door de situatie waarin ik toen was. Hè? Ja. Hebt u toen ook, dan duurt het niet zo lang meer of daar komen de 50ers tevoorschijn. Ja. Ja. Hm? Ja. En dan komen we bij het Stedelijk Museum. Ja. Lucebert. Je kan dus aan die dingen zien dat ik daarin geïnteresseerd was. Hè? Want ik ben ook geweest, dat zo goed, dat weet Hermans niet, hij heeft een keer iets voorgelezen in de brakke grond. Ik meen het kan best uit de Traan der Acacia's geweest zijn. En ik was op de bovenste galerij. En toen waren er een paar, ja, die kende ik, katholieke kunstenaars of katholieke journalisten. En die zaten te donderen daar en die waren me aan het bespotten. En toen werd ik zo, ik zei, godverdomme, ik sla jullie naar beneden als je je bek niet houdt. Terwijl ik meestal, maar ik was zo kwaad daarom. Goed is dat, hè? Dan... Ja. Toen zat ik op de... Een beetje in het water. Ik zat dus op de Amsterdamse Academie. En toen ben ik in 1957, kreeg ik een beurs voor Zadkine. En toen ben ik naar Parijs gegaan. En daar ben ik eigenlijk... Daar heb ik de rekening nog van, die staat nog ergens afgedrukt. De Olivetti op het Rokin. Ja, die heb je toen opeens gekocht. Die heb ik toen gekocht, een portable. En ik had mijn diploma al dus, die vingersysteem. En die heb ik mee naar Parijs genomen. En daar, het Institut Néerlandais, daar ben ik gaan schrijven. Het wonderbaarlijke was dat, daar heb ik ook Dick Hillenius ontmoet. En die liet mij een verhaal van hem... Die liet mij een verhaal lezen wat hij geschreven had in Tirade. Maar ik was ook aan het schrijven en daar wist ik... hij wist niets van het schrijven van mij. En toen later, ik heb nog een heel aardig briefje van Dick... van dat hij op een feestje was met Van het Reven en dingen. Toen was net het Tillebeest. was in Tirade gekomen. Toen hadden ze het met elkaar, schrijft hij erover gehad, hoe zo'n goed stukje proza zomaar uit de hemel kon vallen. Want dat haal ik ook aan in dat stuk over de Bijbel. En dat ik zeg, later vroegen mensen hoe het kwam dat ik ineens, dat ik zeker jaren in stilte geoefend had. Hè? Maar dat ik door de Bijbel dus iedere dag vanaf mijn geboorte onderwezen was, kan je wel zeggen, in de taal, dramaturgie, de dialoog van de Bijbel. Hè? Vanwaar, Gehazi, ik ben nog derwaarts geweest. Allemaal van die de talen. Ja, de taal. Ja, maar het is niet wat men de taal Kanaans noemt. Dat is dominee Wawelaar. Hè? Ja. Dat is het gelul over de Bijbel. Maar zo is de Bijbel niet. De Bijbel ligt heel dicht. Nou ja, Multatuli is daar echt door beïnvloed. En dat is geen Wawelaar. Nee. Hè? Als Vestdijk zo'n goed stilist was geweest als Multatuli, was het een van de grootste schrijvers ter wereld geweest. Ja, misschien te weinig in de Bijbel gelezen. Ja, waarschijnlijk wel. Ik geloof toch dat de Bijbel een heel belangrijk, want dat vind ik zo goed, daar heeft men nooit over gehad. Ik heb daar nog nooit over gelezen, maar Hemingway, die moet enorm door de Bijbel beïnvloed zijn. En Lucebert. Wat? Lucebert. Lucebert ook natuurlijk, ja zeker. Heel veel mensen, Nederlandse schrijvers vooral, maar ook Engelsen hoor. En nou neem Shakespeare. Shakespeare kan je eigenlijk niet eens helemaal volgen als je de Bijbel niet... Nou, maar dat is met Nederlands ook zo. De uitdrukkingen die wij hebben, de bepaalde zinswendingen die typisch... dat weten de mensen helemaal niet meer. Nee. We komen even terug op Dick Hillenius, ja. Tirade. Ja. En toen ben ik dus verhalen gaan schrijven. Eerst kreeg je in Podium mattekeesjes, hè. Ja. Dat was, daarin kan je ook zien, want de politieke geïnteresseerdheid, want wij hebben wel in 1945, in 1946, vlak na de oorlog, reist per spoor, weet je wel, tegen de Indonesische oorlog, hè? Of de politionele acties, zoals ze die versluierend noemen, een reist per spoor, dat was dus reist met een lange ei en spoor met een hoofdletter, generaal Spoor. Hè? U weet het, generaal Spoor is aan een tumor dood gegaan. Hartverlamming. Ja, oh, ja, dat zegt me, maar het is, wij hebben een arts gesproken in Indonesië dat een tumor was. Mm. Dat daar, misschien is hij uiteindelijk natuurlijk wel een hartverlamming doodgaan, maar dat daar zijn vreemde gedrag ook doorkwam. En dat drijven in die oorlog daar, ja. Hoeveel tumoren Hitler dan wel niet had, dat veel, niet, heel veel. Ja. Nog eventjes terug, toen kwam je in contact met het Nederlandse tijdschriftwezen, via Dick Hillenius. Nou, ja, nee, het wonderlijke is dat ik niet alleen bij me had die schrijfmachine, maar ook de redactieadressen van Podium, Tirade en nog een paar Hollandse tijdschriften. Dus ik schreef daarvoor ook al hoor, zo nu en dan wat, maar ik was van plan er nou echt eens wat aan te doen. Maar dat had ook te maken, daar kan je het niet los van zien, want leven en werk, dat is toch wel een hele verwevenis zo, hè, bij elkaar. Het had te maken met mijn scheiding. Ik ging toen scheiden van Maria. En dat was voor mij enorm dramatisch, door de kinderen. Door de kinderen vooral. En wij hebben in 1951 is er dus een dochtertje van ons van 2 jaar verongelukt. En dat is een soort kern, dat denk ik ook, dat is een soort kern. De dood van mijn broer, dat zie ik allemaal, zo'n soort prisma, de dood van mijn broer. Bij de dood van mijn broer dacht ik al, dit mag niet verloren gaan. He? Zoals die jongen, zo'n jongen van 21 jaar, die daarin, of zo realiseer je niet, het is je oudere broer, die er in bed ligt te sterven en dan alleen maar zijn vuist naar je opsteeg, he? Zo van blijf overeind of zo, of iets. Dat vond ik, dat had zoiets van heldhaftigheid. Want ik heb ook nog een gedicht daarover gezet, ik geloof niet dat het een goed gedicht is, het heeft in de van kunst en cultuur gestaan. Hè? Dat, Kroniek van kunst en cultuur heeft dat gestaan. In 1954, geloof ik. 54, 55. Dus dat kan, of omstreeks die tijd, dus dat kan je wel nagaan. Maar je moet niet vergeten, ik had dus... Ik was bevriend met Jan Vermeulen, wat een van de beste vrienden was van Gerrit Achterberg. Hans van Straten kende ik. En daardoor kreeg ik dus veel informatie uit de literatuur en zo. Verspraak overal over en zo. Ik weet wel, ik kende de hele Nederlandse poëzie uit mijn hoofd. Nijhoff, Kloos, Oude Wijn van Vreugdekelder, die me laten, je weet wel, Bouters en zo. Ja. Alles, alles. Gorter. Ja, Gorter. En onze dichter uit Groningen, mijn broer, geen leed en einde waar geen mens van weet. Dat Hendrik de Vries. Hendrik de Vries en zo, ja, vind ik een van de grootste dichters die we hebben. En Koorts, Hoorst, zo is nog nooit gezongen. Is niet bang bewogen, het vloog eruit te doen. Nee. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. Ik wist verschrikkelijk veel van de literatuur af. Ik las erg veel. Maar ook de 50ers toen? Ja, dat begon te komen. Dat was dus zo in het begin van de 50er jaren. Dat kan je ook wel begrijpen. Dat ik daar bij die lezing was, dat was voor Lucebert. Dat was niet voor... Gerrit Achterberg was daar toevallig. En die kende ik door Jan Vermeulen. Maar ik ben daar alleen heen gegaan. Ja. En dat was voor een eenvoudig beeldhouwer. En wat er toen toch in die tijd was, was dat natuurlijk uitzonderlijk. Want dat deden de meesten niet. Of ze zaten net in die experimentele stroming. Maar je moet niet vergeten, ik viel er net buiten. Ik zat op de academie. Dat ten eerste. Maar ten tweede was er natuurlijk ook nog iets. Dat vaderschap en dat huwelijk, dat was voor mij... verschrikkelijk belangrijk. En daar, ik denk wel eens als ik onvruchtbaar was geweest, dat ik misschien 20 boeken meer geschreven had, maar misschien... Ja, maar misschien wel helemaal niks. Maar misschien wel helemaal niks. Nee, maar ik bedoel, ik vind het genieten met je kinderen vind ik belangrijker dan schrijven. Kinderen storen mij ook nooit. Als ik aan het schrijven ben en ze komen bij me, dan zeg ik nooit, papa is aan het werk. Nee hoor, geen theemuts op zoals Nessie. Daarna, u bent toen van de academie afgegaan? Ja, toen ben ik bij Zadkine, dat was de afsluiting. Bij Zadkine gaan studeren in Parijs. Institut Néerlandais. Ja, het Institut Néerlandais. Toen ben ik teruggekomen. En toen... Dat was een hele wonderlijke situatie. Ik woonde in die artiestenflat. En daar is het atelier heeft een ingang en de voorkant heeft een ingang. En mijn vrouw met de kinderen, die bleef voorwonen. En ik woonde met Annemarie, de vrouw zou ik maar zeggen uit Turksluis, woonde op het atelier. Ja. En we hadden afgesproken, we zouden de deur gesloten houden. Zij het geloof ik ook een vriend toen. We zouden de deur gesloten houden. En, maar na een dag, ik was 's avonds al aan het koken voor ze. Annemarie die zat 's ochtends aan het bed van Maria de ontbijt te brengen. Mm. Ja. Dus dat is heel aardig. Dat was een hele goede oplossing eigenlijk. Huh? Hebt u toen ook in Parijs contact gehad met andere Hollanders? Dat we zeggen Appel... nee, niets. Want dat was net even daarna. Ik was er in 1957. Ja. Toen was die fabriek... Nee, ja. 1957. En ik had mijn eigen gevecht te vechten. Hè? Met die scheiding, met wat ik wilde gaan doen, gaan schrijven en zo, met mijn werk. Hè? Zadkine was toen natuurlijk ook net... Dat was eigenlijk afgelopen, Zadkine. Want ik heb ook, niet alleen bij Zadkine, maar ook bij Oricost. Ik weet niet of je dat iets zegt, Oricost, dat was een beeldhouwer. Die was met die 13 beeldhouwers uit Parijs, heeft hij geëxplodeerd. En daar kwam ik tenslotte en die zei tegen mij, ik begrijp niet dat iemand die zo intelligent is om bij mij te komen studeren, dat hij bij Zadkine les neemt. Dat soort dingen. Kostelijk is dat, hè? Ja. Dus eventjes, nou, dan komt Kort Amerikaans. Ja, toen kwam ik terug. Toen was Annemarie er. Toen had ik iets van, ja, eindelijk een soort, ja, er viel toch een soort druk van me af. Want ten eerste, ik was verschrikkelijk gek op Annemarie. Ze was een engel voor de kinderen. Dus Maria, nou, ik wil niet zeggen dat ze kinderen, maar die was niet zo op kinderen gericht. Annemarie was echt, nou, als wij weggingen samen, ze moeten de kinderen niet mee, zo Erik mee naar een museum of zo. Nou, ze waren er allemaal bij. Dus ik ben toen echt heel erg gelukkig geweest in die periode, kan je zeggen. Kijk, Turks fruit is natuurlijk maar een doorsnede daarvan. Hè? Daarom zeg ik, dat is een verhaal apart. Hè? Want ik zou 10 zulke soort boeken kunnen schrijven over die periode. Hoe dat was met die vrouw en die kinderen. En mijn vroegere vrouw, hoe die verhouding was. Hoe de verhouding was met haar vriend ook weer. Want het was een hele aardige jongen. We vieren met z'n allen Sinterklaas. Daar hebben de mensen geen voorstelling van hoe aardig dat was eigenlijk. En ik heb toen enorm hard gewerkt in mijn atelier dus. Hè. Toen begonnen ook bepaalde schilderijen met laten we zeggen, die ook in, uit 647 begon ik met materialen op dingen te werken en zo te lassen. En ik begon te schrijven. 's Avonds zat ik te schrijven daar. En toen ontstonden die verhalen. Ja, en toen is uw schrijverschap pas definitief tot ontwikkeling gekomen. Ja. En dat is merkwaardig. Misschien komt dat wel, of dat komt denk ik vrijwel zeker voort uit de voorgeschiedenis. Het is altijd terzijde van de stromingen die je toen in de Nederlandse literatuur kon herkennen, tot stand gebracht. Ja, je zou kunnen zeggen dat ik moest gewoon mijn eigen weg gaan. Ja. Ik moest gewoon mijn eigen weg gaan. Ja. En aan de andere kant... Ik weet wel, er is iets heel aardigs. Toen ik pas aan het schrijven was. Dat is... Ik ben 2 keer op de kring geweest van mijn leven. Kan je nagaan, moet ik een heel rechtschapen mens zijn. Hè? Dus dat is 1 keer met een paar aantal mensen. Er waren ook kunstenaars. En toen kwam Api Prins, heb jij goed gekend? Ja, heb ik gekend. Die kwam de trap aan. En die kende ik alleen maar van gezicht. Hè? Maar die had dingen van mij. En die pakte mij zo beet. En zei, deze man... Die gaat zijn eigen weg. Hij zei net niet zijn eigen baan. Want nee, zo is het. Deze man gaat zijn eigen weg. Zei, dat vond ik... Dat overrompelde mij. Dat overrompelde mij. En ik kende die mannen. Ja, ik wist wie het was. Maar toen kwam ik... Hij had dingen van mij gelezen. Dus het was in 58 of... Ja. Deze man gaat zijn eigen weg. En daarom heb ik ook zo weinig aansluiting... of vriendschappen gehad met andere kunstenaars uit die tijd, met schrijvers of zo. Huh? Ja. Wat u niet belet heeft om als een markante, eigenzinnige schrijver in de Nederlandse literatuur u te vestigen. Hè? Er zijn weinig mensen die zo'n spoor van opzien... maar dat is ook weer zo gek, dat was buiten mijn... Dat is heel raar, want veel mensen die schreven in die tijd publiciteits dit en dat ik altijd... Maar ik heb het nooit gezocht. Ze hebben mij altijd gezocht. Laten we zeggen, zoals de opening van die tentoonstelling van de Provo's toen op de Prinsengracht, waar ik bij, die ik geopend heb, daar hebben ze mij voor gevraagd. Ja. In principe had ik er niet zoveel mee te maken. Ja. Ze hebben mij gevraagd, bij bepaalde Vietnam-dingen hebben ze mij gevraagd. Ja. Die angst, bang hebt u gezegd, de angst om ingelijfd te worden, is dat ook de reden dat u prijzen weigert? Ja, dat heeft er wel mee te maken. Dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Ja, want prijzen, prijzen is natuurlijk een soort... Het is een ring door je neus, hè? Zoals een stier. Hè? We kunnen hem nu voor kunstmatige inseminatie gebruiken en zo. Dus dat is het natuurlijk wel. Het werkt verplichtingen waar je je niet meer aan zou kunnen onttrekken. Ja, nou niet eens dat hoor, maar dat er nou, het is een gevoelskwestie. Want kijk, verplichtingen, daar zou ik nooit aan meedoen natuurlijk. Hè? Maar, en ook als ze dat proberen, want ze bellen me nu ook bijna dagelijks of ik dit wil doen, dat wil doen. Dat weiger ik allemaal gewoon, dus wat dat betreft. Maar voor mezelf, voor mijn eigen gevoel. Ik heb sterk de neiging om die jongen te blijven van 17 die alleen in de wereld stond. Dat zou je kunnen zeggen. Die neiging heb ik. En dat merk je in mijn boeken dus, hè, zoals De Persing van Onsterfelijkheid, dat die oude verzetstrijder is. Je merkt het in De Kus, waar die man, die ene man, je merkt het in Brandende Liefde, hè, waar die ene man die van die zuivere, een beetje Morandi-achtige stillevens maakt tegenover die ene lawaaimaker die naar Amerika is gegaan en enorm succes heeft. Hè, dat hij tegen die jongen zegt, zijn dat de handen van een schilder? Zegt hij. Dat hij zegt, ja, ik laat alles doen, ik spuit, ze spuiten voor me, doen dit. Begrijp je wel, die manier, dat ik wil het, nou ja, dat, je kan zeggen dat ik een stuk hongerwinter, waarin ik diep gelukkig, ook maar diep gelukkig ben geweest, dat ik dat afgebakend heb, dat daar niemand bij kan komen. En dat gevoel heb ik en dat geeft mij een enorme kracht. He, daar ben ik gewoon. He, ik laat me niet ergens heen lokken om gelauwerd te worden of weet ik wat. He. De hongerwinter was natuurlijk ook een periode van dat was zo'n grote onafhankelijkheid. Intense periode, vooral voor mij. He, dus uit zo'n geïnformeerd gezin. Waar de vader heel streng is en waar je iedere dag in conflict leeft. Ik zweeg soms een maand thuis, dat ik niet sprak. Als mijn vader me een klap gegeven had of ik was beledigd. Of, ik weet wel als jongen van 13 al dat ik zei, sla maar Christen, hier is mijn andere wang, weet je wel. Daar heb ik hem toch wel veel, dat was natuurlijk ook zielig voor hem. He, want hij begreep dat niet helemaal natuurlijk, was zielig. Je ziet dat zo, dat vind ik zo mooi verbeeld in de Diablo Koren. Als Gérard Philippe, als die vader zo met hem praat, dan dacht ik altijd, hè, jongen, dat zal iets ergs met jou gebeuren, ongeluk. Dat ik dacht, was mijn vader maar zo geweest, dat je zo met elkaar kon praten. Hè? Zullen we wat mij nu te binnen schiet, een gedachte-experiment. Als je de hongerwinter als afzonderlijke episode, want de hongerwinter is een afzonderlijke episode in de oorlog, vergelijkt met de tijd die we nu meemaken. He, dus na de Koude Oorlog. Kun je daar conclusies uit trekken? Dan heb je daar een zekere diagnose, een beschrijving, een gevoel bij? Nou, ik heb wel, kijk, er is natuurlijk wel een vergelijking, hè, tussen, laten we zeggen, die geslotenheid, maar dan heb ik het over mijzelf. Ja. Over die geslotenheid toen en nu, laten we zeggen, de weelde toch, dat de mensen alles kunnen doen en eigenlijk niks doen. Hè? Die verloedering, de verloedering. Maar ik ben ook tegelijkertijd heel tolerant. Ik vind dat mensen dat... moeten ze allemaal maar zelf eigenlijk weten. Als ze te gronden willen gaan, dan gaan ze te gronden. Afgezien van de tolerantie. Nou, ja. Maar ik heb dat achterland. Hè. Ik heb een heel sterk achterland. Hè. En dat is... Ja, ik denk, ik weet niet... Ja, misschien heeft... Kijk, ik ben niet zo dat ik denk dat het zo uitzonderlijk is. Ik denk... Dan voel ik even mijn tongpunt en mijn tanden, want ik dacht vandaag een paar keer, dat is zo gek, maar dan denk ik iedere dag aan mijn broer, aan de dood van mijn broer en dat ik zijn schedel gezien heb toen mijn vader begraven werd. Dat ze dat opgegraven en dat ik het herkende aan het vleesje tussen tanden en zo. En die, die waanzinheid, die krankzinnigheid. Hè? Terwijl het, nou het is een hele, het is een planeet. Zo'n scheet is een planeet, het houdt alles in, er heeft alles in gezeten. Een schedel. En het, ja, en het loopt zomaar weg. Hè? En dan denk ik, ja, als je nou je hele leven, hè, je kent die Azteekse schedels, heeft een bergkristal zijn. Hè? En die hebben de ongenaakbaarheid van de dood. Hè? Zoiets hou je als kern in je. Hè? Zoiets. Dat vindt zijn. Kijk, je zou zeggen, ja, dan lopen al jouw broers en zussen zijn misschien zo, want die hebben dat, velen hebben dat zo meegemaakt. Er moet ook een klankbodem zijn. Hè? Ik kom uit een gezin waar het memento mori natuurlijk. Mijn vader was een hele melancholieke man eigenlijk. Hè? Zwaarmoedig. Het leven dat uitloopt op de dood. Hè? Kijk, als wij. Dat staat ook in. Kort Amerikaan, nee, in Dominee met strooihoed, als ze zo langs het kanaal lopen. Hè? En er is zo'n kwekerij met allemaal van die mooie bloemen. En dan wist hij weer, dan hing daar zo'n krans van laurierkers, van die geprepareerde zwart, waar je bloemen op kan doen voor een rouwkrans. En dan zijn we van, kijk, het leven, het uitloopt op de dood en zo. En dan hoor je dat mijn moeder alleen maar zuchtte. Hè? Want mijn moeder was eigenlijk een levensgenietster. En ik heb wel allebei die dingen ook in me. Hè? Die twee, dat is natuurlijk heel, heel verwarrend ook vaak. Heel verwarrend. Maar daarom schrijf je, om te organiseren. Ja, daarom schrijf ik. Ja, dat is de reden. En laten we zeggen wat ik net had, die dood van die broer. Die dood van dat dochtertje. Dat is een soort. Ja, een soort lijn, ja, het is ook een, het krankzinnig is dat er dan bijna, ik zou het in geometrische dingen zou ik het bijna kunnen vangen. Hè? Hoe dat, en dan denk ik, ja, het laatste wat ik nog moet zeggen, wat er nog is aan een geheim te vertellen of te ontraadselen of voor jezelf duidelijk te maken, dat moet nog gebeuren. Dat idee heb ik wel. Ten opzichte van de dood van die broer, de dood van het meisje. En de laatste fase van de organisatie inschrijven. Ja. Ja, want het is zo wonderlijk dat als je ouder wordt, dan wordt alles zo intens. Alles wordt zo intens, je herinneringen, die krijgen een diepte en een duidelijkheid. Als ik aan het schilderen ben, dan zie ik beelden voor me. Dat ik denk, god, dat zit ergens. Maar wat zit er dan nog allemaal bij in de buurt? Dan zit alles daar. Beeldje voor beeldje, fractie van een seconde, zit daar opgeslagen. Dat zou te traceren moeten zijn. Maar de eerste, de beste idioot omdat hij 5 minuten eerder boerend met een glas bier voor de televisie naar een quiz wil zitten gaan kijken. En die je kapot rijdt, die vernietigt alles. En zo fragiel is het. Het is ja, fragiel is het. Als je die 45-jarige Nederlandse literatuur bekijkt, kun je daar een totaalbeeld van maken? Zie je daar markante dingen die je voor geen goud had willen missen en andere die tegenovergestelde zijn? Nou, nee, want kijk, zo benader ik literatuur. Ten eerste lees ik bijna niet. Ik bedoel, geen tijdgenoten, of wel wat tijdgenoten, maar kijk. Ik lees alles. Ik ben in een boekhandel, ik sla een boek open. Ik denk, dat lees ik niet. Huh? Maar wanneer stuit je op zo'n schitterende diamant als Tip Maruga, De Morgen Loeit Weer Aan. Dat is een fenomenaal boek. Hè? Dat kan je 10, 20 keer lezen. Dat is fantastisch. Dat gebeurt bijna nooit. En dat heb ik na als ik twee pagina's in een boek blader, dan, ik ga geen namen van collega's noemen of zo. Hoeft ook helemaal niet. Nee, maar ik lees dat niet. Daarvoor is mijn tijd te belangrijk. Dan lees ik liever, laten we zeggen, Nescio nog eens over, of van Couperus, of, begrijp je? Of Farewell to Arms en zo. Hè? Dan god, dat heb ik ook pas weer gelezen. Dan denk ik, ja, moet ik dat nou lezen? Nee. Hè? Ik behoor dus tot die mensen die... Ik heb een afkeer van mensen die zich door boeken heen vreten. Om het verhaal, daar kan ik niet tegen. En toen. Ik heb altijd gelezen met een maximum aan geduld, zou je kunnen zeggen. Ik blader terug. Ik kijk waar dit stond, waar dat terugkomt. Hè. En ik doe heel lang over een boek. Heel lang, ik lees heel intens, maar ik ontdek ook hele aardige dingen. Huh? Ik ontdek soms aardige dingen. En dat kan niet als je er zomaar doorheen raust en zo. Hè? Ja. Volgens mij hebben we het gehad. Dat zou best kunnen. Ja. Weet je nog iets wat je absoluut zou willen vertellen? Nee hoor, niet over mezelf, maar wat ik wel aardig vind. Dat zo'n, ik zei net dat ik 2 keer op de kring geweest was. Ja, dat was de ene keer met Armin Prins, die zei, ja, hij gaat zijn eigen weg. Ja, er zijn hele goede parallellen daarin. Hè? Hij gaat zijn eigen weg. Ik was, hoe oud was ik? 17 jaar. Toen zat ik, 17, 18 jaar zo, toen zat ik in Leidse Hout te tekenen. En toen kwam Huizinga eraan met zijn nieuwe vrouw. Dat was net een Madonna, want ze was zwanger. En die liep daar zo langs die laan. En die kijkt zo naar me, die komt naar me toe. En die legt die grote Groningse hand van hem. Want hij wist wel dat hij daar woonde. Hij woonde vlakbij ons. Wij kwamen dagelijks naar zijn huis, toen als ik naar school ging. Die grote hand legt hij op me. En toen keek hij zo naar die ding. En toen zei hij, jij zal nog van je doen spreken. Jezus, dat is me, als hij gezegd had, God, dat heb je aardig getekend, dan moet je eens exposeren of zoiets. Nee, maar jij zal nog van je doen spreken, dat is typisch Huizinga-Jaans, hè, zo. Ja. Jij zal nog van je doen spreken, dat plechtige, dat heeft een onsterfelijke indruk op mij gemaakt. Ja. Ik voel nog die grote hand op mijn schouder. Ja. En dat, Api Prins, hè, dingen, jij gaat je eigen weg. Nee, en toen de tweede keer dat ik op de kring kwam, dat was met Jan Vermeulen. Ik kwam Jan Vermeulen tegen en die had Achterberg bij zich, Gerrit Achterberg, die gingen naar de kring. En aan de manier waarop, als ik zeg wat Achterberg, want Achterberg was een beetje woordgek, hè? Ja. Als ik zeg wat hij riep, dan kan je dat waarschijnlijk dateren. Hij riep steeds... Jan Vrijman liep er langs. Jan Vrijman, je bent een vrij man. Jan Vrijman, je bent een vrij man. He, zo. Dus dat was in de tijd van die nozems en zo. Dat is 55 geweest. Ja, zo. Nou, kijk, je kan dit waarschijnlijk precies. Ja. Wij, Jan Vermeulen, Gerrit Achterberg, nog iemand en ik zitten daar aan dat tafeltje. En Achterberg wil praten, wat zo. En wat weet je dan? En Achterberg vertelde een paar moppen. Daarom was zo gek. Want het vuilbekken was soms niet van de lucht. Dat hij daar, door Katrien meegenomen werd. Wat geloof ik ook niet in zijn biografie staat. Hè? Die geschreven is. Die ook. Goed. Maar toen wilde ik ook een mop vertellen. En ik wilde zeggen, er was een psychopaat. En... toen gaf Jan Vermeulen onder de tafel een schop tegen mijn scheen. Zo hard. Er was een psychopaat. Auw! Er was een psychopaat. Auw! Want... ja. En Gerrit Achterberg, die keek naar me. En met zijn slimme boergezicht glimlacht hij. Hij dacht, die man, dat is de enige hier in dit gezelschap die mij niet voor een psychopaat aanziet.